Dit is een van de sluizen op het kanaal van Zijkant. Hè? En die is maar een paar centimeter breder en langer dan ons schip. Er zijn spitsensluizen die nog kleiner zijn. Die hebben iets meer over, maar het is maar heel weinig. Als het allemaal zo precies past in een sluis, moet je goed opletten hoe hard je aankomt varen. Want achteruit draaien om af te remmen is er natuurlijk niet bij, want dan slaat je hele schip scheef. Kont trekt weg en dan kom je nooit de sluis in. We hebben wel aardig wat reflecties in de ruit, waardoor je alles niet even duidelijk ziet. Maar goed, het is even niet anders. En deze sluis is aardig wat breder als een echte spitse sluis. Dus iets langer. Als echt spitse vaarwater komt, dan heb je echt centimeters over. Voor een steekeindje gezet. Dus verder voor dat we vrijwel tegen de deur aan liggen. Dit is nog een oude microfoon die op de achtergrond hoort, die van tijd tot tijd in paniek springt. Een enorme ruis die we ondertussen vervangen. Dus het achtergrondgeluid zetten we maar even wat zachter, denk ik. En dan komt
komt er nu een voorend bij om te zorgen dat we niet achteruit lopen. Dan zetten we de roeren achter helemaal dwars, zodat die zo min mogelijk plek innemen. En dan gaan we de sluis starten. Dan gaan we schutten. In de achtergrond hoor je het piepen van de waarschuwingen dat de sluisdeuren aan het sluiten zijn aan de achterkant. Je moet steeds de touwen voor doorhalen, zodat hij geen loos krijgt, dat hij niet naar voor of naar achter kan lopen. En als we boven de kade uitkomen, moet ik juist een beetje loos geven, dat de touw niet strak komt te staan. Dit is nog wat echte varen op Frankrijk, zoals je dat eigenlijk voorstelt. Waar je nog mensen tegenkomt, paardje mee maakt. Du pain, du vin et du boursin. Beetje onzin allemaal, maar wel leuk. Varen op Frankrijk is gewoon hard werken. Nu nog steeds, maar vroeger ook. Nooit veranderd. Ik denk dat het vroeger nog veel erger was. Als je goed luistert kun je de piepjes weer horen. De sluis gaat open. Gaan er vandoor.